Welkom bij het programma Gewest Friesland. In dat programma laten we elke week flitsen, zijn reportages, zijn dingen, zijn nu de programma's van Gewest tot Gewest. Dat iedere oude periode West daar. En de oude periode is heel lang, want het is tussen 1964 en 2000. Dan zitten we in de keuken bij Johan van der Zee. Maar die kennen nog mooi hoe vertellen, want Johan van der Zee, wie de programmamaker van Gewest Friesland. Van Gewest tot Gewest Friesland, maar ik even duidelijk iets zeggen. En we hadden er oude weekend alles doorheen. Cultuur is iets moois. Fries Museum is iets moois. Maar dan komt er een directeur in het Fries Museum. En die heet Wim van Krimpen. Nou, dan stierst er op de eerste regen. Ja, 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 dat weer nogal een spektakel. Ja. En dan de deputaire doel. Ja, Bertus Mulder. Bertus Mulder. Nou, dat weer haast een street. En van Krimpen die... Als je een oor wist die de passen te bespelen en die maken daar een geweldige stunt van. En wij hadden toen nog ja, het koopmanshoes om vast koppelen, maar het hier in feite om de strijd tussen Van Krimpen en de mensen als ja, als Mulder. Ja, ja. Hij, Van Krimpen wie is zin iedereen, er was maar die woe een nice soort Fries Museum creëren. Uiteindelijk had er de vormlijn onder het nieuwe Friese Museum. Zo is het toch deze keer, ja. 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 Ik weet niet dat hij nou weten had dat het geld van de architect dat lei. Maar... Nou, Abe Bonema, wie ik op die protestgekomst, die werd helemaal eens met Van Krimpen, om orenreden. Want Abe die vond de restauratie van het Friese Museum net mooi, dat hij een orenarchitect die een... Van Krimpen vond dat ik net zo mooi. Dus die twee die vonden elkaar wel. Maar hij wilde wel en had ik tekenen. Ja, ja, ja. Ja. Maar hij was een dwars als een poep, die Wim van Krimpen. Ik denk dat we het beste, allerbeste, naar de reportage weer omgeen kennen. Ik kom uit maart 2000 en dan zie je hem de street die er wie oer en mij het Fries Museum. Er zijn 2000 van dit soort koeien in Friesland worden die geplaatst in het kader van Simmer 2000. En dan is de bedoeling dat kunstenaars die beschilderen, toen hebben Pieter Pander en ik, dus in verband met die actie, tegen de sluiting van het Komershoes, de daders erop geschilderd. Wie zijn het? Nou, dit is dus BMW, dit is de burgemeester Haverman, dat is Miedema, de wethouder van cultuur, Ab Schouten en Jens Groot. En dan staat hier op de achtergrond, dit is het Koopmanshuis wat dus symbolisch in vlammen opgaat. En wie zijn jullie? Wat willen jullie? Wij zijn Phoenix uit de as herrezen. Wij zijn met z'n drieën, Jacob Bijlsma, Douwe Elias en Maarten de Bok. En wij willen ons inspannen om van de negatieve zaken die nu naar voren komen weer iets positiefs te maken. We willen ons ervoor inspannen dat het museum in Vraneker in het stadhuis komt. Dus dat we het Koopmanshoes een goede doorstart laten maken. Niet alleen in Vraneker bestaat veel onrust over de toekomst van de kunsten. Ook in Leeuwarden is het museumbeleid onderwerp van oplopende discussie. Directeur Wim van Krimpen voelde zich onlangs zelfs genoodzaakt per stemming de bezoekers steun te vragen. Die is niet van mij hoor, maar... Wat vindt u? Wat vind ik? Wat vindt u? Moet u blijven? Ja, natuurlijk. Deze man die probeert de schoen erin te brengen. Ja, en de Friezen moeten ook eens een keer denken van iets nieuws. Laten we dat eens zien, want dat wil men tegenwoordig. Men wil graag wat verandering hebben. En je kon een bonnetje invullen, moet Van Krimpen blijven? En dan kan je zeggen, ja, hij moet blijven. Nee, Wim van Krimpen moet weg. En meneer Van Krimpen, gaat u ook echt weg als het nee is? Ja, natuurlijk. Dat staat in de krant. Ja, het staat in de krant. Ja, het staat zoveel in de krant, maar dat is echt maar. Man een woord een woord. Okay. Nee, kom op. Dit is Van Krimpen. Het is een echte stemming. Ik heb dat ook niet voorbereid. Ik was van de week bij de Leeuwarden Courant om een open dag voor te bereiden. En toen heb ik ter plekke daar bedacht... Dat ik al die ingezonden brieven in de krant maar iedere keer moest verwerken. Ik dacht, hoeveel mensen zouden dat nou eigenlijk zijn? En toen heb ik gezegd, we zetten er gewoon nog een bon bij. En dan kunnen we eens testen hoe groot dat verzet nu eigenlijk is. Kijk, als mensen commentaar leveren, dat vind ik niet erg. Er was hier net iemand, die werd geïnterviewd. En toen vroegen ze, en wat stemt u? Nou, hij zei, ik ben tegen. En toen zeiden ze, en wanneer bent u voor het laatste museum geweest? Die meneer was hier nog nooit geweest. En dat is dus precies de bedoeling van die actie. En daarom staat er ook boven die pagina, kom zelf kijken. Maar zie, doordat hij eens wat met het nieuws begint, zeg je, laten we dat eens doen.
Elkaar zijn bezoek komt. En dat is toch een pluspunt. Hoe heeft u gestemd? Nee, hij moet weg. Hij moet weg? Ja. Waarom moet hij weg? Hij viel bij mij meteen net goed aan hoe wij als Friezen nog dit soort dingen denken. En hoe denken Friezen er dan over? Oors is dat hij zei. Maar hoe dan? Hij viel de cultuur als zodanig net goed aan op de manier dat hij zich op televisie presenteert. Maar kun je dat nog duidelijker? Stek een beetje wat ik hoor. Ik knip ook even tegen de vampjes. Op dat soort opmerkingen. Daar hebben wij Friesen de boodschap om. En om de hele zaak niet te draaien voor de grap te gooien. Doe ik net dat dus het Fries Museum een zeer spannend wezen heeft. En dit is het ideaal? Veel mensen in de zaal? Dit is het ideaal. Een prachtige tentoonstelling in een prachtige zaal. Dit is een van de mooiste zalen van het Fries Museum. Daar hing de 19e eeuw. Die hebben we nu even eruit gehaald en we Rob Scholten ingehangen. En ik ben bang dat er volgende week een actiegroep opstaat om de 19e eeuw terug te halen. Ja, wat is dat? Dat is van het Koopmanshuis, van de Vlaanderen. Om wat te doen? Nou, dat mag niet gesloten worden. Tijdens de stemming konden bezoekers ook hun steun uitspreken voor het Koopmanshuis in Vlaanderen. Maar het gemeentebestuur van Vlaanderen Adeel is vastbesloten dit museum te sluiten. Dit mag je wel het hart van ons museum noemen. Hè? Die universiteitscollectie is natuurlijk heel erg belangrijk. De toekomst van het museum is zo onzeker dat we op het moment eigenlijk niet weten wat hier allemaal mee zal gaan gebeuren. Dit is zo'n deeltje van de silotheek. Dat is een geschenk van koning Lodewijk Napoleon aan de universiteit. Het is een houtverzameling in boekvorm. Als je de kistjes dicht doet, dan zijn het net boeken. Het bestaat uit 158 deeltjes. En in ieder deel is van een bepaalde boom of struik of heester. Zijn alle onderdeeltjes zijn daarin opgenomen. Je ziet allerlei onderdelen uit verschillende seizoenen. In die kleine doosjes, daar zit ook stuifmeel en allerlei onderdelen van zo'n boom die gewoon te klein zijn om ze er zo in te zetten. En hier is dan een beschrijving gegeven die rond 1800, dat is de tijd dat deze silotheek gemaakt is, dus eigenlijk alles weergaf wat men toen hiervan wist. Kan het hier weg? Nee, tuurlijk niet. Dit is zo verbonden met de geschiedenis van de universiteit. Het is zo'n schitterende verzameling. Hij is ook heel beroemd. Ik ben een fan van het Koopmanshuis. Ik ben daar ook vroeger vaak geweest, toen Tom Mercuur daar nog zat. En de huidige conservator voert daar ook een fantastisch programma. Het zou een schande zijn, een absolute schande, als het dicht gaat. Vlaanderen moet open blijven. De gemeente is bereid een oplossing te zoeken voor de historische collectie van het Koopmanshuis. Maar voor exposities van moderne kunst is in Vlaanderen geen plaats meer. We hebben hier dus 25 jaar dat podium voor de hedendaagse beeldende kunst. Dus dat hoort intussen bij Vlaanderen. Maar men zegt het wel. Helaas, ja. Ja, ik kan daar, ja, ik, het is voor mij heel moeilijk, voor mij is het haast vanzelfsprekend. Dit museum heeft die twee poten en dat maakt dit museum ook zo mooi en zo interessant en zo levendig. Als je hier de helft eraf haalt, dan staat de tijd stil, dan is het wat dat betreft gebeurd en zou een enorme verarming zijn. Wim van Krimpen is nu 2 jaar directeur van het Fries Museum. Zijn verstandhouding met gedeputeerde Bertus Mulder, die bij de provincie over de subsidie voor het museum gaat, is slecht. En die werd nog slechter toen van Krimpen bekendmaakte dat hij de adviescommissie voor het Friese kostuum uit het museum gaat zetten. Waarom moeten ze weg, meneer van Krimpen? Ja, omdat ze midden in mijn gangpad zitten. Kijk, er zijn negen dames en ik heb dan gezegd, negen lieve dames. En dan zeggen ze, dat mag je niet zeggen, want dat is niet aardig. Maar ja, het zijn gewoon hele lieve dames. En ze zitten in mijn gangpad, ze zitten in een nis in de gang. En op dinsdagmiddag houden ze dan open huis. En dan geven ze daar voorlichting, maar ja, daar komt daar nooit iemand. Dat zijn dus
Ja, dat zijn 9 lieve dames. Maar ik heb gezegd, kunt u niet ergens anders een clubhuis zoeken? Maar wat is hun uiteindelijke doel met die snoeren en die gang dan? Zij geven daar voorlichting over het nieuwe Friese kostuum. De heer Van Krimpen heeft nog nooit bij ons echt gevraagd en gezien van wat doen jullie eigenlijk. Dat pikt hij zo in de wandelgangen misschien wel op. Maar hij weet niet wat wij hier doen. Precies doen. Maar goed, dat is gewoon een heel sympathiek clubje. Maar die horen niet meer in een hedendaags museum. Die kunnen hun hobby ergens anders uitleven. Maar wat wij doen, nee, ik denk niet dat hij daar veel belangstelling voor heeft. En wat vindt u daar nou van? Ja, dat is wel jammer. Ja, dat is kwalijk, want dan krijg je dus dat verhaal van die schattige dametjes die daar zitten naaien. Nou, hebben hier nog nooit zitten naaien of hobbyen. En dan denk ik dat hij ons niet volwaardig acht. En dat is dus toch vreselijk jammer voor een directeur van een museum. Waar het om gaat is dat het ballonnen in het Fries Museum wezen moet. En dat je sissemat ervan, want nota is het zo, dat hoofdaccent al eerst de skoft leidt op het presenteren van moderne kunst. Voor een grutpark ik moderne kunst van Boeten de provincie. Dus ik denk, we hebben toch een aantal goede Friese kunstenaars. Let die maar zien, look die er maar bij, zet die maar centraal. Maar vier dagen ik net dat het Fries Museum vol meer is als dat. Ik denk dus dat in de Joodse vorm, ja, ik dat historische aspect, ik die cultuurhistorische aspecten van het Fries Museum op een moderne wijze tentoonstelt per matten. Mensen hebben minder als vroeger idee van skiertnis, dus je moet de skiertnis visualiseren, je moet het in zijn context delzetten. Skiertnis had het verhaal wat verteld worden. Nou, en je doet er eigenlijk geweldige, nieuwe digitale mogelijkheden. Je kan dingen zien litten. Nou, broek dat, lid dat zien. Dus ik denk van, het maakt nog veel meer broers en zieren. Er is nog nooit zoveel met de historische collecties gebeurd als nu. Misschien worden ze wel zenuwachtig van de activiteit. Wij willen juist de mensen opwekken om hier te komen. Door te veranderen, door actief te zijn met de collecties. Een stilstaand museum, dat is voorbij. Vaste collecties, dat is over en voorbij. Daar komen de mensen niet voor. Wij doen projecten met die collecties. Wij veranderen, wij zijn actief. Meneer Gast, zijn de stemmen geteld? Dat is een. De heer Van Krimpen moet blijven. 1891 stemmen. En 893 stemmen waren tegen de heer Van Krimpen. Kijk, hier liggen stapels reacties. Hier heb ik een ontzettend aardig briefje van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Beste Wim. 1891 versus 893. Proficiat voor een heer met lef. Zijn dat allemaal ingezonden brieven over het museum? Ja, ja. Oh, dat zijn er veel. Ja. Wij krijgen heel veel adhesiebetuigingen. Uit alle geledingen van de samenleving. Kaartjes, bloemen, mensen die bellen. Kunnen we wat doen? Er is ook een meneer, een bewoner hier van het psychiatrisch ziekenhuis. Die brengt ons regelmatig eten. Die meneer heeft het gevoel, nou, het is niet goed in het museum, het is mis met die mensen, daar moet ik iets voor doen. Dus ja, er komen enorm veel reacties op ons af. Dat is ook hartverwarmend. Als het hier goed gaat in het museum, ja, dan straalt dat ook af op de gedeputeerden. Dus misschien moet die toch, wat ik ook meteen maandag na de actie gezegd heb, vriendje met me worden. Dat zou absoluut goed zijn. Ik heb ook, dit is het eerste interview wat ik daarna doe en ik doe het ook niet meer. Ik heb gezegd, het spel is nu gespeeld. Laten we ons verheugen over de toekomst en laten we fijn samen verder gaan. Ad van Krimpen zei in een reportage van geweest dat geweest. Je bent de eerste aan waar ik nog een interview tast in. Dan denk ik van, nou, volgens mij ga ik nou wel 100 interviews met hem. Ja, dat jij de ek bij deze man. Ja. Dus ja. Ja, waarvan ik zeg van, nou, net al die liggen eerlijk en een beetje te dwars om natuurlijk te werden. Ja, klopt het. Ja. Ja. Had ik net zo lang best? Nee, dat koe ik net. Nee. Wat had je nog wel eens wat van hem yet? Hij hier en daar nog. Nou, hij is net als mij naar Den Haag hier, naar het gemeentemuseum in Den Haag. Ja. En daar zit er, nou, ik denk dat er daar net mee zit. Dat, ik kan er wel eens een keer rennen, John, in. Ik loop in Amsterdam. Ja. Maar hij koe daar niet meer. Nee. Een verkeerde man in Friesland, Helle. Ze wat zo voorzichtig vinden? We hebben dat besteed. Nou, dan gaan we naar Wanne.
Dan gaan de bejaarden op reis. En die doen dat dan even op een oude manier. Een bejaardenreisje. Dan ben ik eerst even nevens wat in de annalen van geweest dat geweest is dat de stagiaire Pieter Tseertsma. Ja, nou stagiaire net. Oh. Dus Pieter die had een pap en zei, ik wil wat meer ervaring dan als televisiemaker. Ja. En die had dus voor u een aantal reportages maken. Ja. En deze, dus echt. Ja, nou Pieter zit, hij werkt nog altijd voor Omroep Friesland. Dat weet ik. Maar deze reportage had hij dus maken. Die had Pieter maken. Nou, zeven derde zeven is Jen. 1984 oktober is het dan. Had Pieter Seers maar de volgende reportage maken over het bejaardenreisje in Nijwana. We staan er maar een man of drie, staan we hier op een stoep, hier bij de winkel. En daar kom ik oorspronkelijk bij. En nu reed ik toevallig en dacht vanavond vandaag nog eens, al je auto's. En toen zijn we, dat moet hier ik weer. En s'avonds dat begon. Dat we in augustus 1935, dat had 50 kilo in geweest. Ik weet net dat ik 15 of 16 jaar in de commissie zitten ha. Door die nalgen aan mijn luxe auto's, daar wie je soms een bus bij, maar altijd net, zal me voorstellen. En dan werd dan een hele organisatie, want dan moesten je die chauffeurs moesten je belangen tevreden. Je moesten al die auto's behouden, stek voor stek bezikken. Het moest een briefje hebben wanneer ze vertrokken zijn en al zo meer. Hè? Dat we dan doen we de organisatie voor niks zwetter als nou. Nou hebben ze bussen. Hè? Nu is dat even makkelijker, vind ik. Wat zei Johan van de Dijksma? Oké. Toen is het even makkelijker als door het eerst. Ja, om met die bussen, wat ik nog even aan tafel voegen, dat is in 63 is het begang met bussen. Ze worden lauwer in de bus, zou ik weer daar bij hebben. Maar in die luxe auto's, dat kon echt wel te werken. We hier soms nog wel eens. Ja, dat enkele mensen hier nog wel eens een beetje. Dat ze op de buurt bijvoorbeeld. Ja, maar ik wil net bij die in de auto, ja? Want ik ken het, ik praat nooit met hem. Zo, dat werden dan nog wel eens moeilijke punten voor de commissieleden. Maar dan moesten ze dat een beetje schipperen, hè? Dan moet je daar maar bij houden. Dan moest alles gezocht worden. Doe we er nog wel een beetje werk mee, ja? Vergaderingen bijvoorbeeld. Een feestdag natuurlijk, weer feitelijk een belevenis voor de hele boel. Ik krijg altijd nog eens zeiden, wie van mensen die hebben hier nooit uur orden van de wijwest. Ik ben geen importeur, maar dat doet niet. Maar dat weer doet weer een belevenis, echt weer. Weet je nou een mooi voorval uit die tijd? Ja, voorval, ja, het gebeurde soms wel eens. Net in de polderik en in de Noordoostpolderik is mij belebben, ja, dan moest dat wel hier intussen die uitzetten, maar dat weer een prachtig. Dat was hilariteit, maar ja, dat kon gebeuren nou, de Noordhoog wordt. Ja, dat hij natuurlijk, hij iets organiseerde, hij dat, hè. Thank you.
Vroeger, toen ik bij Zuid en Mijn gong, wij maar de Wijnvoort. Hè? En toen zei uw mensen, u zei, daar komt een rading aan. Wat denk je dat dan? Dat is een auto. Maar je zei het weer sterk. Die hield het hinder bij de berg bij. Maar ben je bang dat er een voortvleeg, hè? Maar hij weer sterk. Je kon hinder wel horen. Maar, en ja, toen kwam zo onverwachts maar een auto. Wist hij wat ding dat weer? En toen kwam er een ding in de lucht. In de lucht. Bij alle boeten door. Er hoort rinnen en eruit. En wat kwam er dan? Zo'n soort vliegmachine. Nou, dat weet je net. En nu zo we net meer naar. Dat weet je. Ja, zo we net meer naar. Maar nu ben je een kerbom. Maar wat dat? Nee, bij. Je moest in de regel naar de Bratenstun. Want daar waren een grote jonge chauffeurs bij. En die zetten de boel aan. En dat vonden de ouderen mooi. Maar dan waren er altijd nog oudere mensen die moesten ook op het wip en op het schommel. Dat dacht de willen feitelijk van de mensen. Als er iets gebeurt in Friesland, dat mensen gaan weer op een oude wijze verklaren in oude auto's en op een oude wijze dat door. Bellen ze doe in die tijd van geweest dat geweest? Dat weet ik niet meer. Ik weet hier eigenlijk van deze hele reportage niks aan. Dus ik denk ik. Pieter het zelf regel had. Dat Pieter het zelf regel had. Ja. Maar dat weet ik niet meer goed. Dat, nee. Want hij had. Doe echte wie doet de hele situatie over de kroetfabriek in Lausmar. Daar had hij een onderwerp om maken. Ja, ja. Hij had een onderwerp maken over een lobbyist van de provincie Friesland. En deze dus. Ja, ja. En die hoorde het wel, weet ik wel. En, maar deze, daar kan ik me niet van iets inbrengen. Nee. Deze, het wie ik alleen maar aardig verzoek. Ja, ja, ja. En derde post, het samen mooi in dit programma van Geweest Friesland, waarin we ik aardige dingen zien litten die er weer in het programma van Geweest dat Geweest zat dat in de oude jaren haar afspelen had. We zijn er na een week weer, want dan dag.